Laten we de gouden envelop maar deze kant op komen. Wie mag de komende 2 jaar vol trots, neem ik aan, de titel dragen van de beste binnenstad van Nederland? De nieuwe winnaar is... Breda! Dak eraf bij iedereen. Maar goed, het opnemen tegen Arnhem. Ja, ja, het is fantastisch. Verslaggever Birgit Verhoeven, natuurlijk in Breda, in het centrum, bij die grote kerk. Stralend ziet ze eruit. Ja, zelf komt ze er ook vandaan. Dus het voelt als alsof ze zelf gewonnen heeft. Maar wat gaat er allemaal gebeuren nu? Iedereen blij? Nou, ik denk dat iedereen nu ligt te slapen, want je zag de beelden van gisteren. Dat was natuurlijk één groot feest in Rotterdam, maar hier ook in Café Zeezicht hebben ze de uitslag bekeken. Ja, dus dat is natuurlijk flink gevierd, dus iedereen ligt nu nog een beetje te tukken. De enige die wakker is, is de grote kerk. Als ik eventjes naar boven kijk, dan staat hij nu nog op zilverkleurig. Dat hadden ze al ingesteld eerder deze week, omdat de tweede plek sowieso behaald was. En zometeen gaan we hem naar goud omkleuren, zeg maar. Maar we lopen eerst eventjes hier naar Janine Bos toe, directeur City Marketing Breda. Hoe groot is de kater van het feestje gisteren? Nou, het is vroeg, kan ik wel zeggen. Je hoort het aan mijn stem. Dus, maar het was heel gezellig. Het was natuurlijk ontzettend gaaf. Wij waren in Zeezicht aan het meekijken met de livestream. En het dak ging eraf. Ja, wat gaat er dan door je heen als directeur City Marketing? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben 2,5 week geleden begonnen. En ik ben natuurlijk heel trots geweest. Ik zei 2,5 week hard werken en je ziet wat het resultaat is. Het gaat makkelijk. Nee, we waren met z'n allen heel trots en ik ook natuurlijk. Want voor City Marketing is dit natuurlijk de uitgelezen kans om de komende 2 jaar, want we zijn 2 jaar beste binnenstad, om de komende 2 jaar de hele wereld te laten zien hoe ontzettend bijzonder gaaf Breda is. Ja, ondertussen horen we de grote kerk die een liedje klingelt. Wat betekent dat voor Breda? Wat heb je daar nou aan zo'n titel? Nou, in ieder geval natuurlijk de eer, absoluut. Maar je kan je komende 2 jaar de beste binnenstad noemen. Dus het is eigenlijk, er is alles aangelegen om alle activiteiten, alle bijzondere dingen die Breda in huis heeft. En dat zijn er veel. Absoluut, absoluut. Ja, om die de komende 2 jaar echt te laten zien. Dus iedereen gaat van ons horen. Wat stond er in dat juryrapport? Want ja, de jury heeft natuurlijk een wijs besluit genomen door Breda te verkiezen tot beste binnenstad. Ja. Maar wat waren de beweegredenen van de jury? Nou, er waren een aantal beweegredenen. Allereerst natuurlijk de gezellige stad, waarin iedereen welkom is, de gastvrijheid. Maar ook de digitalisering, de digitale platform die wij hebben, Stappen en Shoppen, sprong echt in het oog. De groene stad. We zijn een hele bijzondere stad. We zijn een stad, maar in een paar honderd meter kun je van alle plekken in de stad kun je midden in het groen staan. De bereikbaarheid natuurlijk. Evenementenstad. Eigenlijk waren er tal van. Het was eigenlijk echt een groot juryrapport. En op alle fronten kunnen we trots zijn. Nou, hartstikke trots is Janine Bos van de City Marketing. En wat we nu gaan doen, nou, dit is echt fantastisch. Ik vind het echt heel erg leuk, want de Bredanaar weet dit wel. De grote kerk staat altijd prachtig in het licht. En ook iedere keer in ander licht. Dat hangt altijd een beetje van het evenement af. En ik zei het al, eerst zilver en nu dus goud. En wie dat gaat doen is Ronald. Ronald is de man van de knopjes en de lampjes. We moeten eerlijk zeggen, je hebt dit gisteravond al eventjes gedaan. Ja. Hoe voelde dat om op dat knopje te mogen drukken? Het voelde heerlijk. Zeker als Bredana waren we toch even hadden we toch een euforisch moment van hey, we hebben gewonnen. En dat te bevestigen met de druk op de knop. Daar ging die. Ja, daar ging die. Nou, heb jij, ik dacht van dat gaat echt heel moeilijk met systemen en schuiven met LED-lampjes en alles. Maar jij staat hier gewoon met een laptopje onderaan de grote kerk. En jij doet zometeen gewoon op 1 knopje en dan is het gedaan. En dan is het gedaan. Dus ik stel voor. We gaan drukken. Nou, daar gaat hij. Kijk even naar de grote kerk. Ja hoor. Oh, van soort van zilver, grijskleurig naar goud. Mooi hè? Ja, dat is fantastisch. Nou, en zo, hoe lang blijft hij nou nog staan? Zo? Waarschijnlijk tot Winterwonderland. Dus we gaan nog een paar weken zo door om het echt eventjes te vieren. En dan tegen de kerstperiode gaan we weer over naar een andere kleur. Dus we kunnen nog even genieten van deze gouden. Ik kan er nog even van genieten. Privévraagje, mag die ook roze? Kan dat? Nee.
Jammer, Birgit. Jammer. Niet roze. Nou, dan genieten we nog even van het goud. Nou, kijken er nog eventjes naar. Dit is hem, de komende weken, de Gouden Grote Kerk. Omdat Breda de beste binnenstad van Nederland heeft. Nou, prachtig. Is echt toch heel mooi.